Er wordt druk geklust en gebouwd door de vrijwilligers. En dat om deze avontuurlijke speelplaats weer helemaal klaar te maken voor het nieuwe seizoen. De boel wordt opgeknapt en er worden ook wat nieuwe onderdelen bijgemaakt. Waar bent u mee bezig? Ja, we zijn een hutje aan het maken van wilgetenen en die moet even gevlochten worden. Zodat er een beetje body in komt en de kinderen niet de takken eruit trekken. We steken een takje in de grond en we vlechten hem een beetje aan elkaar. En dan gaat het langzaam dichtgroeien en dan worden het hele mooie verstopplekjes. De opknapbeurt wordt uitgevoerd in het kader van NL Doet. Dat is een initiatief van het Oranje Fonds. Deze jaarlijkse actie is in het leven geroepen om vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten. Ik ben naar de Gamma geweest om touw te halen. En nu ben ik tak aan het afvoeren en zo. Dus ik heb niet geholpen met vlechten. Maar meer de dingen eromheen, zeg maar. En wat is er nou zo leuk aan? Nou ja, je levert een bijdrage. Je doet iets gemeenschappelijks. Nou, wij doen iets hier in de open lucht. Je ziet echt iets, een tastbaar resultaat. De avontuurlijke tunnel is ondertussen al klaar. En die moet alleen nog heel even getest worden. En je kan er ook lekker doorheen rennen, zoals hier, samen met oma. Loop jij harder dan oma? Ja, ik loop sneller dan oma. Okay. Dat ze mij niet kan pakken. Dat is leuk, hè? Ze doen een spel, hè? Ja. Goedgekeurd dus. En daar doe je het uiteindelijk ook voor als vrijwilliger.